Dit is Heaven TV News met Anne Veling. Met vanavond. Jeugdkerk Tangled houdt spetterende laatste avond. Terugkijken, samen terugkijken op een aantal fantastische voorstellingen van het dramateam. En ook eindelijk een antwoord op alle vragen. Dit is Heaven TV News. Goedenavond. Na vier fantastische seizoenen houdt Tangled er mee op. Er wordt een fantastische laatste avond gehouden in Manifesto. En met een record aantal bezoekers wordt er geheel in stijl een fantastische, spetterende avond ter ere van God neergezet. Laten we even live schakelen naar onze verslaggevers ter plaatse, Gabrielle en Philadelphia. Gabrielle en Philadelphia, zijn jullie daar? Jazeker, we kunnen je live en duidelijk verstaan. Goed om jullie weer te zien. Hoe is de sfeer daar ter plaatse? Nou, het is echt hartstikke druk. Iedereen is er. We hebben een ontzettende leuke band er weer bij. Dus de sfeer zit er goed in. Het is echt supergezellig hier. Prachtig. Goed om te horen. Zeg, kunnen jullie de allereerste Thank God nog herinneren? Met het Heaven TV News? Zeker, absoluut. Ja, goede oude tijden. Zullen we daar even samen naar terugkijken? Moeilijk, hè? Kibbeling. We gaan voor de kibbeling. Welke vis is dan de kibbeling? Twee bakjes kibbeling. Proberen. Nou, het was zwaar werk, maar we hebben het goed gedaan. Ja, van alle scheppingen vind ik dit wel de lekkerste. Maar het Tangled Drama Team heeft nog veel meer prachtige dingen gedaan. Laten we er nog even naar terugkijken. Misschien herkent u het volgende wel. Wie kan zich dit nog herinneren? Ach, die prachtige aflevering. Het lijkt me leuk om eens even aan jullie te vragen of jullie dat nog kunnen herinneren. Wie weet nog van welke aflevering van Tangled deze fantastische raket was? Gabrielle in Philadelphia, misschien kunnen jullie dat vragen. En gaan we gelijk even kijken. Wacht even, ik heb nog een beter idee. Ik kom naar jullie toe. Ik kom gelijk even live. Bij jullie kan ik het veel beter zien. Ik kom eraan. Zo. Oh, oh, de raket! De raket! Oh. Ja, zo. De raket. Wie, oh wie weet toch van welke aflevering van mijn God deze raket was? Misschien kunnen jullie even gaan kijken. Wie was daarbij? Zijn er ook mensen die erbij zijn geweest? Ja, hier nog mensen. Kijk hier vooraan. Weet je nog wat het thema was toen? Ja, ik weet wel waar het om ging. Ja. Het thema niet weet. En waarover ging het toen? Over dat je buiten goed moet kijken. Nou, wat God allemaal gemaakt heeft en zo, ja. Oké, en wat weet je nog van het dramafilmpje zelf? Dat het over Lego ging. En er wou iemand een raket maken om naar het universum of daar naar hemel te gaan. Oké. Inderdaad, hartstikke mooi met een Lego. Enorm veel werk om Lego dingen te bouwen. Zullen we daar even naar terugkijken? Daar is de maan. Nee, het is de bouwer. Oh, hallo. Wie bent u? Ik ben Lego de bouwer. Ik heb alles gemaakt. Heeft u dit alles gebouwd? Ja. Oh, u bestaat dus echt. Maar we kunnen niet meer naar huis. De terugkeerunit is stuk. Oh, ik help jou wel, Gerben. Thank you.
prachtig met die raket. Wat een werk was dat mooi geworden. En hoe mooi Tom ook daar speelt als Lego de bouwer die alles gemaakt heeft. Weet je nog die keer? We hebben zo'n filmpje gemaakt met Jannik, volgens mij. Is Jannik er ook vanavond bij? Ja, ik heb hem gezien. Daarachter. Jannik, kom even een beetje naar voren, Jannik. De twee engelen die willen je graag interviewen. Over de verloren zoon. Je had heel veel geld gekregen. En toen hebben we een filmpje gemaakt over de verloren zoon. Weet je dat nog? Misschien kunnen jullie daar wat over vragen. Hoe gaat het nu met je verloren zoon? Ja, ik ben weer helemaal terecht. Ja. Je bent weer op het rechte pad, zeg maar. Wat weet je nog van het filmpje? Wat was de diepere boodschap? Nou, ik vond mezelf heel zielig in dat filmpje. Dat was mijn diepere boodschap. De echte diepere boodschap is gewoon dat je altijd weer terug kan komen bij God. Wat je ook doet, je kunt altijd terugkomen. Nou, ik moet zeggen, ik vond het ook een heel emotioneel filmpje. Prachtig filmpje, mooi ook wel. En dat varken, daar was je een beetje bang voor, hè, in het echt. Er stond bij een bordje, pas op. Weet je wat voor verschrikkelijke dingen erbij? Pas op, hij bijt, stond erbij. Dat was leuk om dat op te filmen. Zullen we een stukje kijken van The Last Son? Oh baby, I'm tired talking. Grab your food, let's start walking. Wat ben je hier vandaag? Terug. Ik ga gewoon terug naar mijn vader. Prachtig. Terug naar zijn vader. Wat een mooi filmpje was dat. Helemaal goed. Maar we hebben ook hele spannende dingen opgenomen. Weet je of je dat nog weet, meiden? Maar ook in de gevangenis. Wie is er hier wel eens ontsnapt uit de gevangenis? Zijn er hier ook dramaspelers bij die zijn ontsnapt? Misschien kunnen we daar kijken. Even Aad nog voor mij. En daar de aflevering Prison Break. Ik heb hier Aad, die was ook bij de Prison Break. Aad, wat weet je er nog van? Nou, het is wel een hele tijd terug, maar het ging om een uitbraak, in ieder geval. Van het filmpje, weet ik nog. En ik was Jack. Dat weet ik nog. Ja, want het was onderdeel van een lange soap die wij hebben gemaakt. Weet je nog hoe dat heette? De wereld draait door. Ja, dat klopt. Bijna. Als de wereld draait en ons vervolg daarop hebben wij toen het filmpje Prison Break gedaan. Mag ik nog één vraag stellen? Een kleine vraag tussendoor. In de bloopers heb ik gezien dat jij je kont bezinnen aan een stekel. Hoe ging jullie uitbraak eigenlijk? Want ik heb dat een beetje gemist. Was dat lastig? Dat weet ik allemaal niet meer. Ja, het beetje bij zaak blijven. Op zich ging het wel goed, de uitbraak. Met honden achteraan? Ja, met honden achteraan, maar we waren allemaal snel genoeg. Dus, om ze makkelijk ontlopen. Ik ben wel benieuwd. Inderdaad, laten we eens een stukje kijken van de ontsnapping hier vanaf het Noordereiland, het Oostereiland, de gevangenis. Spannende achtervolging met honden en politieagenten, cameramensen, veel bekijkstrok dat. Ik kan me dat nog wel herinneren. We zagen net al een heel klein stukje van een groep mensen en die geloofden in een ballon. Die geloofden in het niets. Ja, ik zie iemand staan die er meer van weet. Ik zal het even vragen aan hem. Zeg Bart, Sex in Zero, wat was dat ook alweer? Niets is vast en zeker. Niets is vast en zeker. Dat nog weet. En het dansen. Een dansje, ja, er is hier gedanst. Doen! Ja, misschien kun je het nog even doen, ik wil niets horen. Misschien dat de mensen, wat ze erachteraan moeten zeggen, dan, want niets is vast en zeker, dan weer kunnen zeggen.
Bart, dan zeg jij. Ja, Bart. Ik wil niets hoor, niks horen. Wat was het ook alweer? Ja, als jij nou zegt, ik wil niks horen. Ik wil niks horen. Want niks is vast en zeker. Nog een keer. Ik wil niets horen. Want niks is vast en zeker. Kijk, zullen we daarna kijken? Nog maar een stukje van Section Zero. Do you know that feeling? That feeling you are being watched? Sometimes you see them. Sometimes you see them not. Nobody guides them. Nothing guides them. Ja, wat geweldig. Zoveel verschillende. We moesten echt een selectie maken voor vanavond. We hebben nog een filmpje waar we naar willen kijken. Dit is I Come To You. Dat was nog afgelopen jaar volgens mij. Ik weet niet of Rachelle of Sunny ook in de zaal zijn. Daar achteraan, ja. Misschien kunnen we even... Kom even een beetje naar voren voor de engelen voor het interview. Hoe dat was. Ja, dat is een dramastukje wat jullie hebben gedaan. Kunnen jullie ons een beetje vertellen over waar het dramastukje over ging? Nou, het ging erover dat wat je ook doet, je kan altijd weer naar God komen. Dus wat je ook bent en wat je ook doet. En dat God ook naar jou toe komt. Een mooi antwoord. En vonden jullie het, het filmpje zelf, het verhaal erin, vonden jullie het leuk om te doen? Waar ging het verhaal in het filmpje een beetje over? We hebben heel veel moeten omkleden in, nou ja, 5 minuten of zo. Ik geloof 28 keer in 3 minuten of zo. Ongelooflijk, ja. Dus het was nog wel hectisch en was buiten heel warm toen ook. Maar het is wel gelukt en ook is gelukt om te doen. Oké, nou, laten we even naar een stukje kijken. Ja, hele prachtige dingen. Ik heb ook voor vanavond een studiogast. Daarvoor ga ik even terug naar de studio. In de afgelopen jaren zijn veel mensen op ons afgelopen met vragen. Vragen over hoe het nu precies zit. En wat is een van de belangrijkste vragen om te stellen? Om te stellen in de jeugdkerk, dat is, hoe zit het nu? Hoe zit het nu precies met Frits en Christian? Het was een ingewikkelde affaire. En ik denk dat als u alle afleveringen heeft gevolgd van Thank God, dat u een klein beetje begint te begrijpen hoe ingewikkeld deze soap in elkaar heeft gezeten. Ik denk dat we het beste kunnen vragen aan iemand die alles van heel dichtbij heeft meegemaakt. We hebben Christian in de uitzending. Christian, ik wil je uitnodigen om hier naast me te komen zitten. Hallo. Welkom, Christian. Hoe gaat het nu met je? Ik zie er niet zo heel goed uitzien. Nee, ik ga niet zo goed meer. Saskia is bij me weg en ook Martine heb ik nooit meer teruggezien. Okay. Ja. Ja, maar heb je dat niet ook een klein beetje aan jezelf te wijten, Christian? Ja, dat zegt iedereen dus de hele tijd. Maar ik leef gewoon mijn eigen leven. En dat die mensen dat vind ik echt gewoon gemeen. Je bent hier op één vraag te beantwoorden, Christian. De vraag, hoe zit het nu eigenlijk precies met Frits, Christian, Ferdi, al die verschillende mensen? We begrijpen de relaties niet helemaal. Zou je ons dat uit de doeken kunnen doen? Ja, en nou, leuk dat je vraagt. Ik heb een schema gemaakt. Het is eigenlijk heel simpel. Heel simpel. Kijk, Ferdi is de tweelingbroer van Frits. Frits heeft vroeger met de geheime dienst, Egyptische geheime dienst, geld van belspelletjes wit gewassen. Die heeft toen Junior, de broer van de snor, heeft het later met inspecteur Hendricks, Peter Hendricks, heeft hij die teruggekregen door Oprah Winfrey een pistool op het hoofd te zetten. Intussen heeft... Gezondheid. Moet je een glaasje water? Nou, je graag. Ja,
wel. Praat gerust verder. Nou, oké. Okay. Nou, intussen, Martine, dus de vrouw van Frits, die was met mij, dus omdat ze van mij hield. Die was de moeder van Marcel en Anouk. Ja? Dus, ja, Marcel, die van Marcel Deur. Weet je wel? En dus Saskia, dat was de secretaresse. Eerst dacht ik nog van, nou, dat heeft Frits nu weer gedaan. Maar, dus ja. En dankjewel. Dus, maar toen vond ik het wel een leuke vrouw. Maar ja, toen werd ik betrapt. Ik begrijp het toch nog niet helemaal, Christian. Niet. Het is toch makkelijk. Josephine, dat is maar advocaat. Ik hoop dat u thuis wel wat duidelijk is geworden. Misschien kunt u de aflevering thuis later nog een keer bekijken. Bedankt, Christian, voor het komen naar de studio. Graag gedaan. En ik hoop dat u wat meer weet. Ja, dames, wat een mooie dingen hebben we gedaan met het dramateam. Zo verschrikkelijk veel grappige dingen, belachelijke dingen dat we weer verzonnen hebben. Ook hele serieuze, mooie dingen die we hier gedaan hebben. Maar zoveel lol ook. Toch? Geweldig. Kunnen we op terugkijken op al die dingen. Kijk gerust ook op de site voor die filmpjes als je een keer weinig te doen hebt. Hebben jullie nog een vraag? Ja, een hele brandende. Oh. Nou, de eerste keer dat wij met elkaar samenwerkten, kennen we elkaar nog niet zo goed. Een beetje aftasten. En wij schrokken nogal van een bepaald feit. Nou, waarom heb jij geen broek aan, Anne? Wat? Zeg je me nu pas? Waarom zegt niemand dat? Ik hier al die jaren. Goed. We hebben 4,5 jaar fantastische avonden samen mogen beleven. En we zagen dat het goed was. Ook hier vanuit Heaven TV News. En de vraag is natuurlijk, is er hoop? Is er hoop op meer? Is er hoop op het terugkeren van het dramateam? Graag willen wij met u afsluiten met de woorden, er is altijd hoop. Dit was Heaven TV News. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer.